Het Nationaal Archief Suriname heeft in het haast afgelopen jaar goed invulling gegeven aan de beleidsvisie van het ministerie van Binnenlandse Zaken met betrekking tot het archiefwezen in Suriname. Minister Mike Noursalim van Binnenlandse Zaken is dan ook zeer tevreden over de inzet van directeur Rita Chinfu Harjo Mahamat en het voltallig personeel van het NAS. Zo is er een samenwerking aangegaan met de Radboud Universiteit in Nederland en de Anton de Kom Universiteit van Suriname voor het openbaar maken van de slavenregisters. Met het Nationaal Archief van India, Indonesië en Nederland zijn ook partnerschappen aangegaan. We praten over naar de samenleving toe, Suriname, maar ook internationaal, als diaspora, ontsluiting van onze archieven, dus de toegankelijkheid voor het publiek, de projecten die daartoe hebben geresulteerd. We praten over intern. Er is sowieso gelet op de verbetering van rechtspositie. Ook, want je moet niet alleen kijken naar buiten toe, maar intern, organisatie. Hoe is de positieverbetering van het personeel? En ik kan wel zeggen dat de leiding daar goed een lans heeft gebroken. Maar ook dat stukje van capaciteitsversterking. Onze eigen mensen op de verschillende ministeries. De differs, om het zo te zeggen, de DIF 1 opleiding die al een aantal jaren is met succes is afgerond. We praten ook met de voorbereiding van de DIF 2 opleiding. Daar hebben wij ook concreet nu al een samenwerking waarbij de opleiding gaat beginnen. Moet beginnen komend jaar. Dat is het zo in een nutshell hoor. Ik zou een aantal zaken nog kunnen opnoemen. Maar belangrijk dat dit alles heeft geresulteerd in het niet hoeven aanspreken van onze eigen begroting. We weten dat we in een uitdagende tijdperk leven als het gaat om staatsfinanciën. En al de projecten die hebben geresulteerd, samenwerkingsverbanden, die hebben geresulteerd in het niet hoeven aan te spreken op onze eigen begroting. En dat weer een stukje bezuiniging voor de staat, weet je. En dat pad gaan we voortzetten. En het is belangrijk dat we onze mensen die dat begrijpen, dat ze dat oppakken en ook succesvol afronden. Het NAS-personeel volgt ook regelmatig interne trainingen, afhankelijk van de afdeling en het werk dat wordt verricht, laat Tanya Sitaram, hoofdpublieksdiensten van het NAS, weten. Bij het NAS hebben we 4 afdelingen. Hoofdafdelingen. We hebben publieksdiensten, relatiebeheer, bedrijfsvoering en materieelbeheer. En de medewerkers die daaronder vallen, die volgen dan trainingen die passen bij hun werkzaamheden. Zo hebben we de DIF-trainingen voor de mensen die met de archieven bezig zijn. We hebben behoudsmedewerkerstraining voor de mensen die weten om te gaan, zodat de mensen weten om te gaan met de archiefstukken zelf. Als het zwaar beschadigd is, wat ze moeten doen, hoe het gerestaureerd moet worden, geconserveerd moet worden. En daar hebben we verschillende trainingen, korte cursussen voor mensen die moeten beschrijven. Of we hebben zelf een NICE systeem gelaunched, hoe je daarmee te werk moet gaan. Dus intern hebben we toch wel kleine en grote trainingen voor personeel. En natuurlijk, het werk kan je niet doen door alleen trainingen te volgen. Ook apparatuur die is achterhaald, hebben we laatst zo bij microverfilming en digitaliseringsunit nieuw materiaal gekregen. Nieuwe verfilmingsapparatuur. En dan leren ze daarmee dan ook omgaan. Krijgen ze dan weer een on-the-job training. Zo worden ze dan gefaciliteerd. Minister Noursalim erkent dat we als mens niet in staat zullen zijn 100% tevredenheid te bereiken. In het streven naar betere resultaten zullen altijd weer hogere doelen gesteld worden. Gegeven de beschikbare middelen is de bewindsman toch dik tevreden met de inzet van het NAS-personeel en de bereikte resultaten. Het is, want wij zijn in staat nooit 100% tevredenheid te bewerkstelligen. Dat kan niet als mens. Ik zit hier als minister, maar er zullen mensen zijn die van de minister houden, maar ook anderen niet. Hè? Maar dat geeft niet. Het werk moet gewoon goed gedaan worden. Maar altijd waarin elke organisatie zal een stukje ontevredenheid hebben. Maar als we kijken naar het doel, als we kijken naar de richting waar we naartoe gaan, het beleid dat is vanuit het ministerie komt,
dan kan ik wel zeggen dat de leiding daar op, nationaal, op het Nationaal Archief Suriname hard zijn best doet. En de directeur, dat is mevrouw Rita Tjenfu, die is ook internationaal in heel wat organisaties. En dat resulteert echt in wat concrete projecten voor Suriname hoor. En nu op dit moment een presentatie aan het doen. Dus je moet vervanging hier hebben. Ze heeft ook gezorgd ervoor dat er kundige mensen zijn die haar kunnen vervangen. Natuurlijk, ik heb het volste vertrouwen in de leiding. Mevrouw Rita Tjenfu is vanaf het begin een van de stofvoeters daar. En er is op dit moment geen enkel atoommolecuul in mijn brein, welke dus mij aanzet tot ontevredenheid. Ik kijk puur naar de resultaten en ik ben dik tevreden op dit moment.